Trap achterwaarts afdalen. Dat is dat bakje dat schiet. Dat schiet de knelers de bovenste. Je kunt het zien, hè? Hier zitten de graantjes in het deegbuis. Ja, dat is tarwe. En daar gaan ze tussen de molenstenen. En wat gebeurt er dan in de molenstenen? Ik zal het eens laten zien. Kijk eens, ik heb hier tekeningen gemaakt. Op de molenstenen daar zitten kerfjes op. Kerfjes, hè? En in de andere molensteen daar zitten ook kerfjes op, maar die zijn juist tegenovergesteld aan elkaar. En aan die tekening kunnen we dan zien wat er gebeurt eigenlijk tussen de molenstenen. Kijk maar eens. Hier wordt het graan tussen gestrooid en waar dat die lijntjes over elkaar komen, dat zijn de kerven van de molenstenen. Daar wordt gemalen. Maar waarom? Ik kan jullie waarschijnlijk zelf wel even. De fiets. In een auto. Soms in een horloge of in een wekker. Soms ook tandwielen. En in machines ook, hè, natuurlijk. Ja. Maar de eerste tandwielen die zijn eigenlijk in de molens gebouwd en dat waren houten machines. Heel kort, hè? Ja. Hoe hoeft dat te zijn? Die zou breken. Ja, van de krachten. Omdat die niet veerkrachtig zijn. Goed. Ik denk dat ik genoeg uitgelegd heb om dat boekje te kunnen invullen. Geiten, schapen, varkens, koeien. Alle mineralen, alle vezels zitten er nog in. En maar de olie is eruit. En het beste ook dat de olie eruit is. Want de dieren dragen nu hoeveelheid olie. Anders is de ontlasting vrij.